Voetbalavondje MVV tegen ADO. Robert Maaskant hoopt dit seizoen de play-offs te halen. En gaat dat doen met onder andere de volgende 11 spelers. Atam Koroglu staat in het doel bij de Limburgers. De eerste keeper van de ban is geschorst. En voorin moet Günther Thibaut topscorer Harry Gommans doen vergeten. Die vertrok immers naar Vitesse. De meeste van de wedstrijd in de tweede minuut is voor de thuisploeg. Postma heeft alles staan. Een herkansing voor die Lalle om die bal in te brengen. Dat is goed, dat is 1-0! Het is 1-0 voor MVV. En het is Günther Thibaut die scoort. Een droomstart voor de thuisploeg. Günther Thibaut, die ook al in de voorbereiding zoveel scoorde, doet het ook bij zijn debuut voor MVV. ADO op achterstand in het seizoen dat de titel op moet gaan leveren. Winkens mag door, Di Lallo. Nog steeds Di Lallo. En nog steeds Di Lallo, mooie actie. En de voorzet is ook goed richting Thibaut. Ja, daar is de 2-0. Het is weer Günther Thibaut die scoort. Wat een aankoop van MVV. Di Lallo, wat mag die ver komen. En de voorzet is op maat. Thibaut kan echt koppen, dat laat hij nog maar eens zien. En met zijn tweede van de avond is het ook meteen 2-0 voor MVV. Vrijdag met al die files en caravans. En dat merkt je in het begin van deze... De ene mogelijkheid na de andere krijgt. Bijvoorbeeld hier. Met Haastroep. En Silla. En er is hij, Thibaut. De 1-1. Nog tijd genoeg voor MVV om de beslissing te forceren. En eindelijk weer een doelpunt dus van die Belgische spits. Die we eigenlijk niet meer hadden gezien na ADO Den Haag. 63e minuut. Reis de Maastrichtse fans. En de mooiste aanval hier via de rechterkant van het veld. Met Gomez. Thibaut, Gomez en Thibaut opnieuw. En je zou zeggen, groter komen de kansen toch niet meer. Maar rechterkant, maar balverlies. Opnieuw Silla. Kaatsen en Silla krijgt de bal terug. Van Driel bij hem. Grijpt niet in. Silla versnelt. Van Driel het bos in. En daar staat Thibaut. 2-0. Dat nog geen 4 minuten later. En dan mogen de MVV-fans hun Fortuna-reliquie demonstreren. Fortuna had niets meer in te brengen in die eerste helft. Mooie paas. En Christiane met een prima redding hier op het schot van Thibaut. Is de eerste helft bijna gedaan. Di Lallo over rechts. Goeie voorzet naar die tweede paal. En daar staan weer een paar Fortunezen te slapen. En dan krijgt Thibaut toch zijn tweede doelpunt van de avond. Kijk maar in de herhaling. Komt voor de man uit. Weer een dekkingsfout. En dan is keeper Christiane natuurlijk kansloos. MVV verder kan. Thibaut. Silla, handige beweging en het schot ineens. En de poging die dus voorlangs gaat, maar uiteindelijk bijna nog wordt binnengetikt bij de tweede paal door Tom Damen. Aardige kans voor de ploeg van Robert Maaskant. Ploeg die overigens al een jaar lang geen uitwedstrijd meer heeft gewonnen. Wel op voorsprong. Na een prachtige voorzet van Daniel Gomez is het Günther Thibaut met de goal. Alweer zijn 6e doelpunt van dit seizoen. De Belg scoort zo gemakkelijk. Maar MVV vergeet daarna goed door te zetten en denkt het met halve kracht te kunnen voltooien. Dit is slap werk achterin. Ole Tobiasen heeft er alle moeite mee en maakt uiteindelijk de overtreding, vindt scheidsrechter. MVV via de linkerkant op zoek naar Thibaut. Die sterke spits, 30 jaar is hij. They'll be making sure you stay amused. They'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news.
And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night, you'll be. En dan is het opnieuw zoeken naar Thibaut. Now, why do you wanna go and put stars in their eyes? Why do you wanna go and put stars in their eyes? So why do you wanna go and put stars in their eyes? Thibaut, de doelpuntenmaker. En de trap van die Lalo is perfect. Stars in their eyes. Why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story. Well, they just didn't realize. Hij zou zeggen, groter komen de kansen toch niet meer. En nu de voorzet met links. En weer Thibaut. 18e minuut en een prachtige goal. Stars in their eyes. So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story. And Silla. En daar is hij, Thibaut. Gunter Thibaut, zesde. Wat zeg jij? Kijken, die Fortuna laten zien. Kijken ze. Ja, dat wilde ik jou besparen, Willy. MVV dat sterk speelt in Roosendaal. En dan is het natuurlijk altijd uitkijken naar de spits van MVV. Die hier meteen al scoort in de 29e minuut. Gunter Thibaut, de Belg, maakt zijn zevende doelpunt van het seizoen. En dat zorgt voor veel vreugde bij de meegereisde supporters uit Maastricht. 1-0 is ook de ruststand in het voordeel van MVV. Dit is balbezit voor Silla, een oud-speler van RBC bovendien. En opnieuw Thibaut, die er zomaar doorheen loopt en heel cool blijft. Oog in oog met doelman Rodney Upbergen. En dan staat MVV met 2-0 voor en is er een grote grijns op het gezicht bij De mannen die zo makkelijk het net weten te vinden, de topscorers, de Belg Gunter Thibaut, scoorde weer 2 keer voor MVV. Ditmaal tegen RBC en hij is nu soeverein koploper. 8 goals heeft hij er al in liggen. Tuip van der Biese en Barakat zijn de 8. Maar voor de goal, die boodschap is ook gericht aan Gomez. Thibaut wil hem wel, hier komt hij. Thibaut laat zich meteen zien. De Belgische spits, topscorer van de Jupiler League met 6 doelpunten. En hier voor het eerst gevaarlijk in Roosendaal. De beste kansen. De amateurs van EVV uit Echt ontvangen MVV. Het afstandsschot is toch te pakken, maar niet voor de keeper van EVV. Ja, en wie staat er dan? Natuurlijk Gunter Thibaut. Scoorde al 8 keer in de competitie. Dit is zijn eerste in het bekertoernooi. Maar het antwoord komt er warempel van EVV en van een oude bekende voor de ploeg van Robert Maaskant. Het is Christoph Aalbrecht die scoort. 2 jaar lang speelde hij bij MVV. En nu dus bij de amateurs. Maar in de tweede helft zijn het de profs uit Maastricht die de wedstrijd uiteindelijk toch naar zich toe trekken. Hij vraagt om de bal. Hij krijgt de bal. Hij kopt er binnen. Natuurlijk Gunter Thibaut. Een fenomeen in Limburg aan het worden. En in de slotfase wordt het ook nog 3-1. Dit keer scoort hij niet zelf, maar legt Thibaut de bal keurig klaar voor Jo Vermast. Zo bekert MVV uiteindelijk vrij gemakkelijk verder. Het wint met niet snel. Maar laat maar eens op wat die man er allemaal uithiel gisteravond. Hier nog een kansje voor Van Boksel. Die komt er net niet bij. Maar het gaf wel aan dat MVV absoluut de betere ploeg was tegen Volendam. Opnieuw een vrije trap. Goeie kans en wederom een goede redding van die Verhoeven. In de herhaling zien we dan dat Van Boksel met het puntje van zijn schoen er nog aankomt. Maar ook een prima redding van Verhoeven. MVV. Diepe bal op Gomez. Goeie voorzet aan de kobbel van Thibaut. Maar wederom staat, jawel, Verhoeven in de weg. Goeie reflexen heeft die keeper van Volendam. 0-0 de stand met rust en MVV in die tweede helft meteen op zoek naar de openingstreffer. Hier balverlies bij Gomez, maar Briesink die goed oplet. Counter MVV en dan staat daar Thibaut bij de tweede paal helemaal vrij. En dan is het 1-0 in de 56e minuut. Hij heeft shirt nummer 9.